maandje uitstellen. Dat is niet door door welke actie dan ook van de bedrijfsreviseur. Integendeel, want dat is voor een bedrijfsreviseur een hele sympathieke man. En ook heel constructief. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat we de AGB-boekhouding zowel in, volgens de BBC-regelgeving moeten voeren over 2014 dan in de traditionele vennootschapsboekhouding. Dat heeft wat meer tijd gevraagd. We laten ons daar ook al een tijdje begeleiden door Grant Thornton en de financiële diensten, medewerkers die dat doen. Samen met Grant Thornton proberen dat ook zo goed mogelijk te doen. Hebben daar iets meer tijd voor nodig gehad dan dat we in juni hadden ingeschat. Maar we gaan dat zeker en vast in het college van oktober ten gronde kunnen behandelen. Hetzelfde ook voor de politie. De politierekeningen die zijn ook zo goed als af, maar om te vermijden dat de ontvanger na zijn vakantie er eventueel nog zou op details wensen in te gaan, schuiven we dat ook liefst door naar oktober, zodat iedereen daar ook van de administratie comfort over heeft en dan kan dat geagenteerd worden op de gemeenteraad van oktober. Dus waarschijnlijk gaan al die argumenten volgend jaar niet meer gelden, dus gaat dat bij 30, gaat dat jullie zijn? Natuurlijk. Dat kun je één keer gebruiken, maar dat durft niet. U mag erop rekenen dat volgend jaar sneller in orde is. Ja. Oké, dan kunnen we stemmen, burgemeester. Ja.